Hi guys, this is Marco Buitelaar here in the Netherlands, a very smart cookie, smart farmer. Marco, hoe doe je dat met droogzetten, zei je? Twee koeien tegelijk? Ja, twee koeien tegelijk. Aan deze kant heb ik dan de koe en die zet ik droog. En dan ga ik naar de volgende, ik draai hem om en heb ik de andere kant en dan zet ik die koe droog. Ja, yeah, so very smart. Hey, you can say, if I have to dry off cows, I can do two cows at the same time. I only have to turn myself around, it's more efficient. And he put six robots in one box here. En de andere benefit was, als je ze overdoet, dat ze dan een robot hebben dan, zeg je. Ja, dat klopt. Ja. Allebei de kanten hebben dan een linker en een rechter model. So in this case, they have a left and a right robot. Yeah. So when they move from the first two lactations to the old cow group, they already have a left and a right robot. So they quicker adapt to the robot sequence. And you see how they have to walk in from this position. So the entry is very close together. But they get used to it very fast. Thank you, Marco, for the mooie interview. Thanks, guys. Hope to see you soon on cowsignals.com. Mooi, mooi verhaal.